Vorige week heb je kunnen zien hoe we zijn begonnen met de voorbereidingen voor de septic tank. De hele tuin ligt al overhoop. In deze aflevering gaan we daadwerkelijk de septic tank plaatsen. De grote graafmachine staat klaar en de septic tank bestaat uit de grote septic tank zelf, twee filterunits en een pomp. En daarna nog het uitvoerveld. Maar de grote units zijn de septic tank en de twee filters. Die gaan we nu alvast in de tuin zetten. Kunnen daarna aan de slag. Het is dag nummer 2. Het is 7:15. Het is -2. Ik denk dat John van Zwaal even moet gaan krabben bij zijn graafmachine. Ik denk niet dat er voorraadverwarming in zit. Alles ligt er nog zoals we het hebben achtergelaten. Alleen nu met een wit laagje. Dus hier gaan we straks verder graven. Om uiteindelijk dus de grote vos erin te zetten. Verder te trekken om de aansluiting te maken tussen de put die we hebben gemaakt en de vos. En daarna het grote gat voor de septic zelf. Maar waar die precies moet komen in samenhang met de filters, dat wordt nog een hele truc. Ik moet nog even uitmeten. Ik heb gisteravond laat nog even zitten studeren op de documentatie specifiek voor dit type septic tank. En dat was eruit, zei hij. Ik ben benieuwd. Seintje gekregen dat het grind wordt al geleverd. Het zou het einde van de ochtend zijn, maar het is dus nu al. Ja, over een half uurtje. Zo het echte gat graven. Om een idee te krijgen, het gat wordt dus 2,20 meter ongeveer diep en ook 2,40 breed. Dus ik moet zo even een laddertje pakken om erin te kunnen klimmen. Dus John Gesson heeft nou de goodle, de graafbak heeft hij verwisseld van de kleine naar de grote. En dan gaan nu de echte graafwerkzaamheden beginnen voor een echte grote gat. Ben benieuwd.
Ja. Zo groot. Heel groot. Zo groot. Oké. Kom maar. Waar is het? Wat goed hoor. Doei. Van de leiding zitten nu op 1,30 meter diepte en moeten naar 2,20. Dus hebben we nog even te gaan. Andere kant van de graafmachine. Kijk, hier storten nu al het zand neer. Uiteindelijk komt hier het uitvloeiveld. Het uitvloeiveld moet horizontaal liggen. Helemaal. En het loopt hier allemaal af. Zowel zo als zo. Dus hier storten nu alles neer. Zodat we hier een mooi vlak terras kunnen maken. Waardoor we ook een mooie basis hebben om de gleuf te trekken voor het uitvloeiveld. En uiteindelijk gaan we hier ook een terras maken. Met het idee dat je dus hier lekker zit. Met vrij uitzicht naar achteren. En waarom doen we dit nou allemaal? Nou ja, kijk, officieel is het zo. Als een huis wordt overgedragen van eigenaar op eigenaar. En bij de overdracht is het verplicht om een diagnostiek techniek te maken. Technisch rapport op te maken. Waaruit blijkt dat de septic tank wel of niet op orde is. Is de septic nou niet op orde, wat 9 van 10 keer het geval is, dan ben je als nieuwe eigenaar verplicht binnen 2 jaar ervoor te zorgen dat de septic tank wel op norm is. Omdat wij hier een bouwvergunning hebben aangevraagd en gekregen, gaat de molen lopen. En onderdeel van zo'n bouwvergunning is je plan hoe om te gaan met de septic tank. Ja, wij natuurlijk, wij gaan het aantal kamers flink verruimen. Dan wordt er een rekensom gemaakt, zoveel kamers betekent zoveel liter. En dan op norm, ja, dan komt de spank om de hoek en dan zul je er dus voor moeten gaan zorgen dat de boel op norm komt. En ik begrijp dat morgen komt de mevrouw van de spank ook kijken om te zien hoe het gaat en of het allemaal netjes volgens norm verloopt. Je peut prendre une échelle aussi, hè? Ouais, je regardais par le haut tout de suite. C'est bon? Plus. Plus. Bon, on met à plat. Nu wordt het zaak om de bodem een beetje recht te maken. En dan gaan we daarna waarschijnlijk de septic even passen en een betonvloertje storten. Là, je suis à 210. 2 mètres. Passe. 2 points. Was it all in my head? Did we try to hide and lost it all instead? Was it all on me? Are you back the whistle far I couldn't see? How far you drift away? De bodem goed aanstampen.
septic tanken verpast. Laten de postmeel een klein beetje vollopen met water. Een beetje water erin ongeveer. En dan gaan we het eerste grind eromheen storten. We zijn de septic tank dus aan het vullen. Het is midi. De eerste lading grind zit erin. De eerste big bag. Maar de vraag is of het er genoeg zijn. Of dat er dus straks alsnog weer een vrachtwagen moet komen met big bags. Er zijn dus 8 big bags geleverd. De eerste zit er al in. En waarom doen we het met big bags? Je kunt ook een vrachtwagen laten komen om het hier vervolgens neer te storten. Alleen stoker die levert aan de straat. En die moet dan anders of daar het weiland in komen rijden om het hier te storten. Of we moesten daar aan de tuin de heg helemaal slopen. Zodat de vrachtwagen vanaf de straat daar zijn grind kon storten. Allebei was geen optie. Dus hebben we moeten kiezen voor big bags. Dat is natuurlijk wel wat duurder. Maar ja, dat was de enige oplossing. Dus nu gaan we big bag voor big bag het grind storten naast de septic tank. Zo te zien kun je bij deze graafmachine mp3'tjes afspelen met een USB-stickie. Altijd fijn, muziek in de cabine. Nou, deze laten we even. Die mag even vullen. Even eten. Gaan we daarna weer vrolijk verder. En ik ga mijn werkbril opzetten. Was ik vergeten vanmorgen. I've said it many times, I know. I will change my ways, I know for sure. When all the crows decide to meet. They settle down beneath my feet. I've got it right and I got it wrong. But I learned my lesson hanging on. Nou, er gaat nog even wat extra grind naast.
dat die aan deze kant in ieder geval goed opgevuld zit. Dan gaan we daarna beginnen om de volgende units in te graven. En die zijn daarachter. En dan kunnen we het er niet meer zo makkelijk met de graafmachine hierbij. Dus we halen nu alvast nog een extra big bag, extra wat grind. We hebben dat vast gehad. Got nothing to be scared of. I'd rather be with you than by myself. Now always in your head. Oké, waar zijn we? Het gat is gegraven voor de twee filter units. En we gaan zo eerst maar eens even filter passen. Kijken hoe dat die uitkomt. Dus hier komt een filter unit te staan. Hier komt een filter unit. We worden verbonden met de septic, de vos. Zo, T, naar beide toe. En vervolgens hebben beide filter units een ventilatieuitgang die dan weer aangesloten worden op de pijp die daar ligt, waarmee de boel straks geventileerd kan worden terug naar het dak. En hier komt een pomp unit die straks het water oppompt voordat het naar het uitvloeiveld gaat. Daarvoor gaat straks de rode buis die er ligt met elektra, die moet helemaal tot daar lopen. Gaan we eerst eens even twee van die units halen, twee van die filters. Ook even op te passen. Hier gaat een laagje grind overheen, 10 centimeter ongeveer. Aan de slag. Zo, het is het einde van dag 2. Ik heb het idee alsof ik heb het idee dat we hier gewoon een totale fabriek aan het bouwen zijn ofzo. Ja, niet normaal. Wat hier nou in de grond ligt. Ik had namelijk verwacht dat de vos het grootste gat zou vragen. Dat is ook wel zo in volume, want die is natuurlijk extra diep. Maar ik had niet verwacht dat die filters zoveel ruimte in zouden nemen. Niet normaal. En dan komt daar nog de pomp. Maar goed, het begint koud te krijgen. Vooral koude voeten. Morgen gaan we de pomp neerzetten. Gaan we eerst even naar Stokker voor een lading buizen, bochtstukken, koppelstukken. Om alles te verbinden met elkaar. Dus morgen gaan we alles hier aan elkaar verbinden, ook de ventilatie die weer terug gaat. En dan kunnen we hier ook het grind omheen gooien. Dan wordt het maandag dat we weer verder gaan om het uitvloeiveld te maken. Maar goed, morgen meer. Ik ga even de spullen opruimen die niet buiten kunnen blijven. En dan ga ik lekker naar binnen, lekker douchen. Tot morgen. Nou, het is de derde dag. Ontzettend smerig weer. Het regent. Overal blubberzooi natuurlijk. We hebben de boel aangesloten. Kijk hier. De uitgangen zijn aangesloten. En dan gaan we nu eens even wat grind erbij gooien. En dan kunnen we daarna de pomp installeren. Dus ik ga nu even wat extra grind halen nog. Hier.
We hebben nog 3 big bags. Jezus, wat een weer. Ik heb een zwaar een vorige vier eruit voeren. Voor een beetje zacht te laten voor de koeien. Ja. Kijk er zo naar uit om gewoon een badkamertje te maken. Lekker binnen. Ugh. Ik eerst. Ik kan jullie alleen niet de hele tijd aan laten staan. In ieder geval hier dichtbij. Vanwege de regen. Ik zet jullie weer overdekt. Kun je toch een beetje meekijken. Nou, de pomp staat ook op zijn plek. Of in ieder geval het omhulsel waar die in komt. Hier zo. Als het gat verder gaan we vullen met aarde. De rest is helemaal afgezet met grind. De leiding ligt helemaal in het grind. Ja, het begint weer te regenen. Het is aan het hozen. Dus we zijn ermee gestopt voor vandaag. Jeez. Echt wel respect voor de mensen die dit soort dingen gewoon voor hun dagelijks werk doen, hoor. In weer en wind. Ook die gasten die bij ons het dak hebben gedaan, het dak vernieuwd. Die werken per definitie altijd buiten in weer en wind, of het nou zomer of winter is. Altijd op het dak. Nou, respect. Dat is niet mijn ding. Laat mij maar houten palen in elkaar schroeven. Maar goed. Ik zal niet zeggen dat ik het onderschat heb. Maar het is wel meer werk dan ik had gedacht. Dus dat is hetzelfde. Nou, de vos zit erin. De filter unit zit erin. De pomp zit erin, of in ieder geval de behuizing. En de filters zijn gekoppeld aan de septic tank. Oh nee, de filters zijn gekoppeld aan de ventilatie. De uitgang van de septic tank is nog niet aangesloten. Daarvoor ga ik morgen eerst eens even een hele lading koppelstukken halen, PVC. Gaan we na het weekend verder, ja, om alle aansluitingen te maken. En ook het panneau de dépendage aan te leggen. En dan komt er maandag komt er weer een vrachtwagen met nog een keer 8 big bags. Dat was misschien wel genoeg, zei Jean-François. Maar... Nee. Bij ik vertrek zouden ze hier een heel dramatisch muziekje onder zetten. Dat het allemaal zwaar tegenviel. En dat ze aan het twijfelen zijn of ze nog wel in Frankrijk moeten blijven. Of ze toch terug moeten naar Nederland om hun werk weer op te pakken. Terwijl eigenlijk over 2 maanden de gasten komen. Nou, zet dat muziekje maar weer uit, want we gaan maandag gewoon verder. Ik ga mijn natte kleren uittrekken. Ik ga lekker warm douchen, lekker opwarmen. En dan is het weekend. Kijk of ik mijn laars uitkrijg. Dit is dus de reden waarom je een veranda moet hebben. De architect had me voorgesteld om die veranda af te breken. Dan...
Tot maandag. Nieuwe dag, nieuwe week. Het is maandag. We gaan vandaag weer aan de slag met de septic tank. En het doel is om vandaag alle werkzaamheden met de grote graafmachine af te ronden. Zodat die of vanavond of morgenochtend vroeg weer opgehaald kan worden. Maar daarvoor zijn we afhankelijk van Stoker, de materialenhandel. Want die moet nog even een vrachtwagentje komen brengen met 8 zakken zand. Of ja, zand, grind. Dat hebben we vorige week geregeld, maar toen konden ze nog niet zeggen hoe laat ze vandaag konden komen. Het was al een soort extra service dat ze het alsnog konden gaan brengen vandaag. Maar hoe laat ze komen? Geen idee. Dus we gaan ons bezighouden met allemaal wat kleinere dingetjes. Totdat ze komen, dan storten we al het grind in het gat. Dan kan de boel dicht. Want wat er daarna moet gebeuren... De klok laat nog even weten dat het 8 uur is. Wat er daarna moet gebeuren is dat we het uitvloeiveld gaan graven. Dat zijn 5 lange buizen met allemaal gaatjes erin. Die kunnen pas gaan graven als we daar niet meer met een graafmachine overheen hoeven. Dus het is fijn als we de werkzaamheden, de graafwerkzaamheden met de grote graafmachine, dat we die eerst hebben afgerond. Nou ja, en daarvoor zijn we dus afhankelijk van Stoker. Het is minder koud. Maar het geeft wel mooie plaatjes. Nou, hier is het rustig. Alles staat er nog. Het is wel een beetje nat, want het heeft goed geregeld van het weekend. Dus hier en daar een beetje modderzooi. Kijk, en... De buizen hadden we al klaargelegd. Ja, dat zijn buizen met allemaal sleufjes erin. Waar het water dan doorheen sijpelt de grond in. De volgende lading van stoker is er, dus we kunnen weer door. Er worden nu 10 big bags geleverd met grind. En die gaan we nu gelijk uitstorten in het gat. Status, terwijl ik een koekje achter mijn kies heb. Het werk voor de grote graafmachine zit erop. Dus ik ga het chauffeur zwaan even aan de straat zetten. Die wordt morgenochtend wordt die opgehaald. Halleluja, dit is me een klus wel zeg. Ik zei al tegen Jean van Swan. Het is echt alsof we hier gewoon een fabriek aan het bouwen zijn. Gewoon alles wat hier in de grond ligt. Ik denk dat de DSM zou hier jaloers op zijn. En het is nog niet klaar. Alle voorbereidingen hadden we al getroffen. Dus alle leidingen naar de septic tank. Die had je in de vorige aflevering gezien. En in deze aflevering hebben we de septic geplaatst. De 2 filter units. De pomp. De pomp is ook al aangesloten. Ventilatie is gedaan. De koppelingen zijn gemaakt. Morgen gaat het regenen. De hele dag. Dus morgen gaan we even niks doen. We wachten even tot het weer droog is. En dan gaan we dan weer verder. Want het wordt dan één grote klierenboel ook. Want wat is het volgende wat er op het programma staat? Het panneau d'épandage. Het uitvloeiveld. Alle aarde die je hier ziet liggen. Hier zo. Daar komt het uitvloeiveld. Met de buizen die we gaan ingraven. Met het grind eronder. En daarna het egaliseren van het terras. Dat is wat hierna moet gaan gebeuren. Alleen dat heeft totaal geen zin om te doen als de hoogst van de regen. De aarde is nog heel lossig daar. Ja, er wordt één grote modderpoel morgen. Dus dat heeft echt geen zin. Dus
voor deze aflevering laat ik het hierbij. De fabriek is geïnstalleerd. In de volgende aflevering gaan we het uitvloeiveld maken en de laatste verbindingen leggen. Maar voor nu zeg ik tot de volgende keer.